Olá! Bem-vindos ao TMS! Bem-vindos ao TMS! Dat is Spider-Man en mama. Spider-Man, hè? Dat is juist voor Spider-Man. Mama, kijk, en de Spider-Man op jou. Wil je Spider-Man zien op tv? Wil eens kijken naar Spider-Man? Je pakt. Oei, heeft de dinosaurus Spider-Man opgegeten? Is het een stoute dinosaurus? Wat, hè? Nee, schat, je mag gewoon zo blijven rondlopen. Je bent thuis. Ik eet dus aan mama. Wat? Ik eet dus aan hè? Nee, maar het is goed. Oh, Marietje, mijn kleine worstie. Wat wil jij? Waarom wil je naar de dokter? En waarom wil je naar de dokter? Ben jij ziek? Ja. Oei. Ga je dan gewoon een beetje rusten? Jij denkt dat je ziek bent omdat je niet naar school moet, hè? Het is vakantie. Ja. Maar je hoeft niet naar de dokter. Er is gisteren iets kei raar gebeurd. Luna heeft dus haar stoma, zoals dat de meesten weten. En dus ze heeft een ileostoma, een dubbele ileostoma. Dus aan de ene kant komt er stoelgang uit, aan de andere kant komt er zo sap uit. Maar dat wil dus zeggen dat er geen stoelgang meer door haar dikke darm kan gaan, omdat een ileostoma de dunne darm is die naar buiten komt. Dus kan er geen stoelgang meer via haar poepje naar buiten komen, wat dat de bedoeling is van een stoma. En gisteren was Luna echt... ze was vervelend en ze had het lastig. Ze zag dat ze het echt moeilijk had. Ze was daar plots weer heel aan het opspannen en zo ook. Maar ik dacht, allee, waarom doet ze dat nu? Want normaal deed ze dat vroeger altijd als ze harde stoelgang had. En toen dat ze moest gaan slapen, deed ik haar pamper. En ik doe haar pamper open. En ik zag, er zat stoelgang in Luna haar pamper. Dus zij kan bijvoorbeeld nog zo slijmpjes aan al. Omdat de dikke darm maakt van nature uit slijmpjes aan. En die kunnen dan nog naar buiten komen. Maar het was echt stoelgang. Dus ik toonde het aan Cam. Ik zag, alleen die doet hier nu stoelgang via haar poep. En dat is waarschijnlijk de reden waarom dat ze de hele dag lastig was. Gewoon omdat ze daar bang van is. En ik denk niet dat stoelgang is die daar al kei lang zit sinds dat ze haar stoma heeft. Want de stoelgang was zacht. Dus dat kan bijna niet. Dat daar zo lang gezeten heeft dan. Dus ik heb nu een mailtje gestuurd naar de stoma-verpleegkundige. Om te vragen van, kijk, ik heb hier nu haar pamper gedaan. En zij heeft stoelgang in haar pamper. Terwijl dat ze haar stoma heeft, kan dat?
kan dat nu nog altijd. Like, we wisten dat dat in het begin wel kon, maar we wisten niet dat nu nog altijd zou kunnen. Het is dat ik zo raar vind. Dus ik heb haar een mail gestuurd, ja, om te vragen of dat nog altijd mogelijk is. Ik heb nog geen antwoord gehad voorlopig. Ik ben juist in mijn mail aan het kijken. Dus ik heb nog geen antwoord gehad. Maar ik vraag mij echt af hoe dat komt. Ook gewoon voor het feit dat echt... Allee, het is nu... Wacht, we zijn vandaag 29 maart. Zij is geopereerd 22 februari of zo. Dus dat is al meer dan een maand geleden. Normaal gezien zou het dan nu al volledig moeten genezen zijn. En zou alles volledig in orde moeten zijn. Dus ik versta het niet zo goed. Maar vanaf dat ik de mail terugkrijg, hou ik jullie op de hoogte. Maar ik ben zelf ook wel heel benieuwd naar de reactie van de stoma-verpleegkundige. Want het is iets heel raar. Amai. Het zat te jongen. Ja, mijn kleine jongen. Oh, Marisje. Maar ik heb al een hondje. Kijk, Marisje ligt bij mama. Een hondje ook. En wauw.
kusje. Kusje. Kusje, wat is er in de boek? Oh, wil je plop? Wil je plopmuts? Moet ik jouw plopmuts gaan halen? Ja. Ja, ga je zitten? Nee, oops. Daar gaat hij al. Wil je onder tekentje? Wil je plop vasthouden? Wil je een dekentje? Wil je een dekentje? En wil je plopmuts ook? Plopmuts ook? Heb je koud? Oh, heeft koud. Het is hier maar 22 graden, maar heeft koud. Wil je een plopmuts? Ja. Alsjeblieft. Moet die ook onder het tekentje? Moet die ook onder het tekentje? Ja. Plop je lekker warm in nu? Wil je een flesje? Chocoflesje? Ja? Mama maken? Ja? Mag... Plop ook? Mag je eens proeven dan van jouw flesje? Ja, oh, dat is flink. Mag ik een kusje? Geef mij een kusje. Geef mij een kusje. Eentje. Mwah. Alsjeblieft, kabouter. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Dank u, mama. Dank u, mama. Dank u, mama. Ben je nog een beetje moe? Nee? Hebben wij een nieuw hondje? Ben je... Ben jij een hondje? Nee. Waarom leg je dan in Maurice zijn mand? Ga je het opeten? Ga je een koekje eten? Kun je het opeten? Waarom niet? Dat is een spuut. Nee, dat is een koekje. Maurice. Leon is vanmiddag naar oma gegaan, want die blijft daar spelen en slapen vannacht. En dan morgen blijft hij ook nog heel de dag daar, dat ik mijn waskot dan al een beetje kan opruimen. En Luna is op de mat aan het spelen. Het is leuk. omdat Leon is daar straks naar de wipper gaan zitten en is hij krak. Dus hij is kapot. Dus Kevin is nu achter een andere wipper. Hier zit ze goed, omdat ze de steun heeft van de zetel. En ze doet dat al graag, maar ze kan dat niet zo super lang volhouden. Dus een keer dat ze het gat heeft, ja, kan ik haar naar gezin zetten nu. En ook om te eten en om haar aan te kleden en om haar pamper te doen en haar stomazakje. Dat is allemaal in de wipper.
Omdat als we haar volledig plat leggen, bijvoorbeeld in een zetel, like dat we met Leon doen voor zijn pamper te doen, ze heeft dat niet graag. Ze ligt niet graag plat op haar rug, ze begint te wenen dan. Dus hij mag wel een wipper nodig en dan moet je iedere keer in de zaal zijn, want dat is de enige waar dat Sim wilt. Dus hij is er nu om, maar het is koers en waren hem. Dus ja, hij staat vast. Ik weet niet wanneer dat hij gaat thuis zijn. Maar aangezien dat Leon heel de tijd bij oma is, heb ik alles kunnen keuzen. Ja, dat is nu haar jas en haar boektas. Maar ik heb alles kunnen keuzen. Ik heb de keuken kunnen doen, ik heb de hang kunnen doen, de slaapkamers. En dan morgen is de badkamer en het waskot en de speelkamer, want ja, ligt overhoop. Maar nu is Luna fijn aan het spelen op de grond. Ja, is leuk, schatje. Precies wel, hè. Flinke mei. Nee. Wat is de ei? Oh, een ei. Wauw, zo'n groot ei. Is van Plop. Is dat van Plop? Kan het er niet uit? Nee. Oei, is het te groot? Het is een beetje groot, ja. Is het een beetje groot? De eetpot. Wat? Hoor je de eet? Hoor je de eet van Plop? Ja. Ben jij pipi aan het doen op het potje? Grote jongen! Dat is een dobbelsteen. Het is het echt schoon recht altijd. Ja. Van hier naar rechter. De chirurg heeft teruggebeld van Luna. En in principe kan er dus geen stoelgang uit haar poepje nog komen, want de dikke darm is toegeniet. Dus ja, het kan daar niks passeren. Ze heeft het nu wel al 2 keer gehad. En het was redelijk veel, dus zij denken nu dat de oude stoelgang was die dat er nog uitkomt. Mij lijkt het eerder verse stoelgang. Dus moest het zijn dat ze het nu nog een keer heeft, dan moeten we er een foto van trekken en doorsturen. En dan kunnen ze eventueel een echo nemen of een foto nemen om te kijken of dat er, ja, iets mis is. De kans is heel klein dat die nietjes loskomen of dat er terug een doorgang gemaakt wordt naar haar dikke darm. Maar we gaan het in toog houden. Maar gisterenavond heeft ze haar weer zo beginnen opspannen. Dat ze weer zo bang. Weer haar beentjes volledig strekken. Like dat ze ook vroeger deed als ze harde stoelgang had. En ik vrees dat ze dat nog een keer gaat hebben. Dus we gaan het nu gewoon goed in toog houden. En we gaan zien, hè, hoe dat is. En als het nog een keer gebeurt of niet. Maar ik hoop super hard dat er niks mis is. Want, allee, ze hebben mij wel verzekerd dat het in principe niet kan. Maar ik ben redelijk zeker dat verse stoelgang was. Dus ik ben wel niet echt gerust erover. Maar we gaan het zien.
Dan wil ik jullie allemaal gewoon nog een fijn weekend wensen en een leuke paasvakantie. En tot de volgende vlog.